mooi, schat. Oh, wil je lekker ding. Oh, wat zie je er goed uit, hè? Ja. Ja. Hm? Ik ging lang na, zien we het idee. Op het leven. Ja. Dus een buiten is zeker een vriend. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer vrijdag 5 november 2021. En het is nu klokslag 12:30. Ja, ik ga even nu naar mama toe. En voor de rest wensen we jullie wel weer heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Knuf! Mami, kom dan. Knuffie. Ja, goeiedag. Hi, man. Ja, kom eens hier. Mooi schatje voor je. Nou, gezellig, dankjewel. Ja, mooi schatje. Knuffel, hè. Kom dan. Kom hier dan. Kom hier. Hallo. Koekoek. Hallo, kom eens hier. Jij, knuffie, hè. Is je knuffie? Ja. Is je knuffel, hè. Is je knuffel, hè. Oeh. Ik denk dat ik hem zo zou vloggen, maar dat is Karin, mijn dochter dus. Hallo. Hoi. Wel gehoord, nooit gezien. En nu dus wel. Kom dan. Hij schat. Oh, wat een lekker ding. Oh, wat zie je er goed uit, hè. Ja. Ja. Hm? En geen lange naam meer, hè. Nee, hè. Je hebt een goed leven, hè, nu. Ja, hè. Ja, je hebt een goed leven, dat zeg ik toch? Hé, hey, puppekind. Hé, hey, puppy. Hey. Hey, kom hier dan. Ah, zo. Kom eens hier. 1, 2, zo. Goedemorgen. Hi. Hi. Mm. Ja, oh, jij dan hebben we nacht. Echt vanochtend, kind beter zeggen. Hij heeft nog dan schoon te maken. Zo. Nou, dat was er weer een verknuffeltijd met die twee. Hé. Hé. Elwin. Rijka, wat doe je nou? Elwin, kijk eens. Dan was het weer helemaal erg. Dat kwastje. Door Rijka heeft die koffie over hem heen. Ja. Elwin. Nee, want dat is slager. Elwin, ben je mooi? Mau, ja, wij gaan met jou weg zo, vent. Ja. Ja. Wat lig jij er mooi lief bij? Wat lig jij er mooi lief bij? Ja, en waar was ik toen weer? Nou, dat wisten jullie al. Ik was weer bij mama. Maar nu zijn we onderweg naar de dierenarts. Heeft me ook al verteld. Alleen ik weet niet waar mama, wanneer haar vlog online komt. Maar de mijne komt over een week en een dag online, dus dat is wat later. Ja, sorry, maar ik kan er ook niks aan doen. Dat het weer november is, ja. U heeft wat met de maand en november, hè? Ja. Ja. Al een aantal keren op jaar. Ja. Vorig jaar, Eowyn. Ja. Dat jaar daarvoor, november, Arwen. Ja. En dat jaar daarvoor, november, Frodo. Ja, en nu? En dat jaar daarvoor, mijn schoonmoeder. Hetzelfde jaar, Jack. Ja. Dus nee, maar we gaan dus nu met Gandalf naar de dierenarts. Mag ik ook de foto van even zijn pootje in mijn vlog doen, mam? Ja, nou, die komt dan zo meteen in beeld. Huh? Die foto's moet ik er ook bij. Ja, oké, okay, maar ik vraag het even, want het is uw kat. En als u zegt van nou, nee, dat heb ik liever niet, dan mag ik het niet doen. Nee, maar zo werkt het wel, mam, in de vlogwereld. Vragen. Dus, ja. Nee, maar ik loop dus gewoon weer nu in mijn oude buurtje. Ja, want ik heb hier schuin achter. Ja, zeg maar achter gewoond. En ja. En hier heb je een trein. Lekker vies. Bah. Mogen ze ook en ook wel eens een keertje wassen. Maar ja. Arm die wordt weer even zwaar, maar dat maakt niet uit.
We gaan er gewoon weer gezellig voor. En ja. We gaan eens even kijken wat er met Kandel van de hand is. En ik doe sowieso even de foto's erin van Kandel. Ja, nou dan doen we dat. Nou, dan gaan we Kandel meenemen. Gaat u maar eerst voor, man. Ik loop erachteraan met Kandel. Ja hoor. Ik wel. Hé, hey, joh. Ik help je zo, meis. Ik heb hem vast, hoor. Hij is al gekomen na die absces die we op zijn wang hadden, weet je, die we weg hebben geholpen. Ja, het is geen absces dit. Nee, het is een bijtwond zeker, echt, of niet? Ja, ik denk het wel, die echt wel geïnfecteerd is ook. Ik ga even zijn temperatuur. Hij komt ook buiten nou. Wil je hem uit mijn bak hebben of niet? Ja, dat yes, wel. Hè? En hij heeft ook een hoop op zijn achterpootje, heeft hij is ook helemaal... En waarschijnlijk is deze pootje er gebroken geweest naar de manier dat hij op scheef staat. Dat zie ik inderdaad. Wel hè? Ik denk het wel. Ik ga zo even voelen. Maar ik heb het nooit niet gezien. Nee, dat hoeft ook niet, man. Het is per kat verschillend. Hij huilt ook niet als hij pijn heeft of wat dan ook, tenminste, in mijn weten. 38, dat is helemaal prima. Ja. Dus dat heeft in ieder geval. Maar het is weer november, zei ze net tegen mijn dochter. Dan heb ik liever dat je in mijn hand bijt en dan in haar. Ja? Daar heb ik heel makkelijk in. Ja, want dit ziet er eigenlijk niet zo lekker uit. Dus ook het hield ook niet echt. Nee. Hij is scheef. Ja, hij staat heel erg scheef. Nou, om echt te weten of hij gebroken was, zou je een foto moeten maken. Ja, ik denk ook, misschien is hij wel zo geboren, omdat ik er helemaal nooit wat van genomen heb. Nee. Hij is zo rustig, hè? Grote man. Hij heeft wel een beetje scheve bordjes bij die handen ook. Ja. Kijk, ik zie het. Ja. En daarom zat ik al te denken, misschien is hij ooit... Lieve, hoe die zich ook houdt. Nee, ik denk persoonlijk eigenlijk niet. Gewoon scheve pootjes. Scheve pootjes heeft. Oké. Okay. Ja, sowieso. Als hij het al heeft, dan is het oud en dan gaat hij daar gewoon mee op de weg. Maar ik denk het eigenlijk niet. Oké. Okay. Nou, dat is dan weer een erg geruststelling. Ik zou bijna denken dat er iets in zit. En dan kan het natuurlijk, die grasaren, die kruipen natuurlijk. Ja, die grasdingen, ja. Maar het vervelende van die dingen is, die migreren helemaal door het lichaam heen. Ja. Dus om al te weten of er eentje in zou zitten, dat is eigenlijk heel lastig. Dit is ook niet iets waarvan ik denk, weet je, geef hem een beetje pijnstilling antibiotica en dan loopt het wel los. Omdat het zelf ook niet geneest. Hij steunt er wel op verder. Ja, ja. En eten, drinken. Alles doet hij. Hij vreet bij de club en op. Dan vraag ik even of mijn collega ook even een blik werkt. Is prima. En dan kunnen we het samen even bekijken. Ja. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar hoeveel hij weegt. Oh, gaat je batterij. Dat is niet. Nou, man. Dat is nog nooit gebeurd. Ik heb heel goed, ik weet niet waar ze die
Ja, maar hoe doe je? Maar kan de andere kant. Rechts voor 4,75, zeg maar bijna 5 kilo. Dat zeg ik toch niet verkeerd. Maar dat heelt ook niet. Ik heb het vast doen. Dan zit ze aan de likken, die waarschijnlijk continu. Een soort likgang genomen eigenlijk. Mm-hmm. Hoe oud is ze? 70. Ongeveer, plus minus. Ja, eten, drinken. Dat ja, doet hij allemaal. Doet hij allemaal. Eigenlijk zou ik het gewoon echt moeten aan. Het kan best wel een tumortje zijn. Ja. Wat open zit. Het zit los van de onderlaag. Er zit geen kistelkanaal of niks. Dus je hebt uiteindelijk twee keuzes. Of nu een kraag om. Ja. Dat hij er niet meer aan kan komen. Ja, nou dat doen we dan. Dus dat in eerste instantie. En dat is even een week aankijken. Ja. Mag hij ziek en niet naar buiten gaan. Nee, komt hij ook niet. En dan mag je ondertussen gewoon dun laagje honing zelf twee keer per dag erop smeren. Gewoon kijken of dat de genezing weer wat bevordert. Als dat niet zo is, als het hetzelfde blijft, ook al likt hij er niet meer aan, dan zou je moeten overwegen om het toch weg te halen. Uh-huh. Ook al is die 17. Als die verder gewoon normaal en goed gaat, weet je, zo'n plek is ook niet... Nee, dat is niet alles, nee. En dan komen we dan alleen maar nog meer bacteriën erin en dan kan het ook groter worden. Als je het weghaalt, ook dan moet je die kraag om, want dan moet je het eruit halen. Ja, dat is logisch. Het lijkt gewoon redelijk los te zitten en er zit daar redelijk ruim in zijn huid, dus ik denk dat het ook wel redelijk goed weg te halen is, zonder dat er spanning op komt. En wat dus is ik zou nu eerst even met een kraag om kijken hoe het zich ontwikkelt. Dus volgende week even checken, vrijdag, van na een week kraag of het veel beter geworden is. Ja. Als het veel beter geworden is, dan blijf je gewoon even met die kraag doorgaan totdat het weer rustig is. Als er absoluut geen verandering in zit, dan... Dan even afspraak maken om het weg te laten. Ja. En dan is er wel het advies bij de kat van deze leeftijd om ook even leven en je functie enzovoort te checken. Ja. Ja? Yes. Oké. Okay. Nou, succes. Dank u. Ja, we zijn dus weer op de terugweg. Mama dan weer in huis, maar ik ga even zo ergens anders kijken. Is leuk, is handig. En met Kandalf, nou dat hebben jullie dan bij mama kunnen zien. Ik vraag ook wel eens om het beeldmateriaal, maar dan via de stek, dat mama daarin doet. In de stek, gewoon bij het document en dan naar de stek. Maar dat komt wel goed. Dan kan ik het daar vanuit jassen. Scheelt weer, want dan hebben we ook geen beeld... kwaliteit minder. Maar Kandalf heeft het goed gedaan. Waarschijnlijk, wat die foto, die zal ik nu nog even weer in beeld doen. Waarschijnlijk is dat van een grashaar. Dat weet ik niet helemaal 100% zeker. Maar dat... Ja, ik vind alles prima. We kunnen hier overheen. We kunnen, weet ik het. Prima. Maar waarschijnlijk dus even van een grashaar. En mama moet dus nu eventjes een week aankijken. Mama die moet dus nu twee keer honing zelf smeren. Twee keer per dag. En dan volgende week terugkomen om te kijken hoe het gaat. En als dat nog niet helemaal geheeld is, dan wordt het dus operatief verwijderd. Yes. Dus geef eventjes een duimpje omhoog en voor Kandalf hoe rustig hij het heeft gedaan. Nou, loopt dus nu lekker bij Willemsoort. Helemaal top. Helemaal gezellig. Maar wat ik ga doen, is zo van oversteken. Maar ik ben altijd een beetje te vroeg hier of zo in plaats daar. Ja. Nee, maakt het niet uit. We gaan het gewoon lekker doen. Bij de VOP. Voetgang is over in plaats. Helemaal top. Dus ja, kijk, daar gaan we ook wel aan lekker lopen. Helemaal top. Ja hoor. Dankjewel. Kijk, ze kennen wel wachten hier. Als ze het maar willen. Nou, ik ga even nu even lekker een drankje doen en check jullie zo weer. Nou, ik zit dus nu lekker bij Boetje. Ik zit nu lekker aan een Wirburg. Ja. Dus dat ga ik nog even lekker de hele avond doen. En dan zien jullie mij morgen weer. Dus dit wordt gewoon weer een lekker weekendvlog. En misschien dat ik morgen gewoon weer afsluit, weet ik niet. Maar voor de rest wens ik jou een hele fijne avond. Cheers.